Op de osciloscoop zie je nou heel langzaam een stipje door het scherm heen en weer bewegen. Even vergelijking trekken met wat je net zag op mijn beeldscherm. Daar zag je dus ook een kruisje wat heel langzaam heen en weer bewoog. En dus de trilling van mijn massablokje volgde. Weten we dat nog? Oké. Okay. Wat deze dus doet, en als je dus een beetje oplet, dan kun je het al wel aardig zien. Deze volgt ook trillingen, maar de trillingen van mijn stem. En die gaan iets te snel om fatsoenlijk op het beeld heen en weer te geven. Je ziet wel dat die nou heel erg heen en weer gaat. Je ziet die stip heel erg omhoog en naar beneden gaan. Nagelang hoe dit membraan in de microfoon heen en weer gaat. Maar je ziet nog niet echt een golf ontstaan. Zijn we dat met me eens? Ja, dat is dus een probleem, want de golven die wij dus gewoon zien in het dagelijks leven, kunnen wij zien en kunnen wij volgen. Terwijl dit soort geluidsgolven kunnen we wel horen, we kunnen er wel iets mee. Maar echt zichtbaar maken lukt ons niet. Daarvoor gebruik ik dus die oscilloscoop. En hij gaat nu dus te langzaam heen en weer, dus wat zal ik moeten veranderen? Ik zal ervoor moeten zorgen dat hij sneller heen en weer gaat, zodat ik de golf wel kan zien. Dus dan kan ik dus hier aan draaien en je ziet nu dat het stipje al één stapje sneller over het beeld heen en weer gaat. En nog steeds zie jij gewoon mijn stem heen en weer bewegen. En naarmate ik hem dus verder draai, dit is eigenlijk gewoon sneller zou je kunnen zeggen, zie je dus nu opeens de golf ontstaan. De golven die je dus verwacht te zien op het moment dat ik praat. Ja, dus het feit is eigenlijk hetzelfde wat je net op het bord zag in het langzaam, zie je nu eigenlijk gewoon versneld door de oscilloscoop. Duidelijk? Oké, dus ik kan nou dat geluid zichtbaar maken en mijn stem is leuk, maar niet zo heel interessant. Het gaat mij juist om een mooie trilling en die zal ik hier even met een stemvork laten zien. Hi. Zien we hem? Wat valt op? Ten eerste kun je heel mooi die golven zien, hele mooie sinus weer. Wat bedoel je met een constante trilling? Die heel mooi recht loopt, zo. Heel mooi glad, ja. Dus de trillingstijd is steeds hetzelfde. En hoe definieer jij nou dat de trillingstijd hetzelfde is? Waar baseer je dat op? Omdat die grafiek zo mooi vloeit dat en steeds aan elkaar gelijk is. Die delen zijn steeds aan elkaar gelijk. En nou met het aantal trillingen op het scherm? Het zijn 4 trillingen nu op het scherm. Ja? En die blijven gelijk? Snappen we dat? Oké, dus die 4 trillingen blijven 4 trillingen, maar er verandert wel iets anders. Amplitude. En waar koppelen we dus amplitude aan met ons gehoor? Hoe hard iets is. Ja, dus die amplitude koppelen wij aan hoe hard iets is. En hier nou mee. Nou, je ziet dus dat die stip heen en weer loopt. Als ik weet hoe snel die stip heen en weer loopt, kan ik dan ook zeggen hoeveel trillingstijd, wat de trillingstijd is? Ja, ik zie op het scherm, als je goed had gekeken, zag ik dus 4 trillingen. Dus je ziet 4 trillingen. En nou moet je dus nog weten hoe lang doet die stip erover om van links naar rechts te lopen. Nou, net konden we dat nog tellen toen hij op zijn langzaam stond. Nou moet ik het aflezen. Hij staat op dit moment op 1 milliseconde. En er staat dan achter per div. Wat in de vrede bedoelen ze daarmee? Wat is div de afkorting van? Division, hokje. Dus wat ze eigenlijk bedoelen, dat hij 1 milliseconde doet per hokje. En nou zitten we dus met een probleem, want dan hebben we nog niks. Want een hokje, dan moet je dus tellen hoeveel hokjes er zijn. Een standaard oscilloscoop, express natuurlijk, maar dat is handig, heeft er 10. Dat is een logisch aantal, dat maakt het heel eenvoudig. Dus het beeld... Ja, is 10 hokjes breed. En dan weten jullie dus ook automatisch hoe lang de stip erover doet om van links naar rechts te lopen. 10 milliseconden. 10 milliseconden breed om over het scherm te lopen. Dit hoofdstuk kan ik voor een groot deel aan jullie uitleggen met formules. Maar ik vind voor dit soort toepassingen, vind ik zelf een verhoudingstabel iets handiger. Daar zet ik in trillingen en tijd. En daar kan ik eigenlijk een heel groot deel van dit hoofdstuk mee oplossen. Want ik kan hem nu al vastvullen met hoeveel trillingen heb ik? 4. En tijd doe ik alvast even in seconden, dus... 10. Jullie kunnen nu ondertussen alvast verder redeneren. Namelijk, ik kan ook de trillingstijd hiermee berekenen met deze verhoudingstabel. 1 trilling. Dus wat heb ik gedaan aan de bovenkant?
gedeeld door 4. Dat doe ik aan de onderkant ook, gedeeld door 4. En dan kom ik dus uit op... Is dat dan hertz? Dus, nee, ik weet nu hoe lang 1 trilling duurt. 4 trillingen duren zo lang, 1 trilling duurt zo lang. Dus dat betekent, van deze trilling weet ik dat de trillingstijd 2,5 milliseconden is. Dan heb ik alvast 1 antwoord. Ik kan nog iets. De frequentie. Want de frequentie, wat was dat ook alweer? Trillingen per 1 seconde. Dus wat komt aan de onderkant, Stef? 0,001. Dat was toch al seconde? 1. Want ik wil weten hoeveel trillingen er in 1 seconde passen. Hoi. 400. Hoe kom je daar zo gauw aan? Deze is keer 100. 100 keer zo groot. Bovenkant wordt chaotisch, maar dan wordt het dus natuurlijk ook gewoon keer 100. En betekent dus dat hij 400 trillingen per seconde heeft. Als ik dat dus netjes ga opschrijven, eigenschap van die trilling, de frequentie is 400 hertz. Zo zie je dat die verhoudingstabel, ondanks dat hij misschien nog wat makkelijk aandoet of juist een beetje moeilijk te doorzien, wordt het heel logisch van. Je kunt er eigenlijk alles mee uitrekenen. Ik zie 4 trillingen in 10 milliseconden, dus 1 trilling duurt 2,5 milliseconden. Maar als ik dus wil weten hoeveel er in 1 past, dat is 100 keer zoveel, dan passen er dus 400 trillingen in 1 seconde.